Het is Koningsdag 2015, het is een prachtige zonnige dag. En we geven u graag een impressie van Woerden en de omliggende dorpen en alles wat daar gebeurt. It's a beautiful day, the sun is shining. Stop me now. Oh yeah. It's a beautiful day. No, you won't. Until you try, you'll never feel happy. Iemand die de hele dag, nou ja, de hele dag, dat weet ik eigenlijk niet, ballonnen maakt. Ja, maar in welke hoedanigheid doe je dat? We zijn ingehuurd door de gemeenschap hier voor Koningsdag. En we staan hier gewoon gezellig de hele dag. En we geven gratis ballonnen en er is van alles te doen. En het is heel gezellig hier. Het is één gezellige boel. En wat is de mooiste die je maakt? Ik denk toch wel het hartje met de vogeltjes. En wat is daar zo speciaal aan? Nou, iedereen vindt hem leuk. Dus, en het is gewoon een hartwarmend gevoel om zo'n mooi hartje met vogeltjes voorbij te zien wandelen. Als je dan zo'n ballon hebt gemaakt, hè? Ik zag hem je net weggeven aan een kind. Hoe kies je dat uit aan wie je hem weggeeft? Nou, normaal gesproken staan er dan 20 kinderen voor mijn neus. En dan is de eerste die zegt... Oh, mag ik een hondje? Of mag ik dit? Of mag ik een papegaai? Of... En dan kiezen ze zelf en dan krijgen ze het figuurtje wat ze zelf willen. I'm walking on sunshine.
komen u tegen op straat en u ziet er zo prachtig oranje uit. Wat is de bedoeling van vandaag? Wel, het is Koningsdag. We vieren Nederland, Nederlanderschap, Nederland zijn en de Koningsverjaardag natuurlijk. En maar wat ga je doen? Oh, wij hebben een kraam hier. Wij verkopen alles, vrijmarkt. Ah. En wat verkoop je onder andere? Oh, vooral speelgoed voor kinderen, klein beetje kleding, vooral speelgoed. Boeken. En wat is het? Wat zou je het liefst willen verkopen? Wel, de dingen wat we het liefst willen verkopen hebben we al verkocht. De grote dingen, dan hoeven we niet naar huis slepen. Vooral de babystoelen, we hadden 3 of 4 van, ze allemaal weg. Yes! Heb je goed gedaan! Ik zie hier het sinaasappelspel. Jullie zijn zo hard aan het verkopen, maar wat is dit nou eigenlijk? Het is een spelletje dat als je een muntje, als het erop ligt, dan moet je het erop leggen. En als het dan 5 seconden blijft liggen, dan krijg je het dubbele weer terug. Hoe zijn jullie hier nu opgekomen? Nou, mijn moeder zei van ja, de kapper heeft een leuk idee. Je pakt een heel groot soort bak, eigenlijk een vaas. Daar doe je een borrelglaasje in. En dan laat je een muntje naar beneden vallen en als die erin zit, dan krijg je het dubbele terug. Maar het is natuurlijk Koningsdag en het zijn de oranje sinaasappels. Dus zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen. Wat creatief. En hoe vaak is het al gelukt? Ja, het is al 3 keer gelukt. En hoeveel mensen hebben het al geprobeerd? Ik denk iets van 20. Nee, meer. Wat meer. Ja. 40 mensen. 50. Heel veel mensen. Heel veel. Dus mensen die langskomen, en dan proberen ze het wel. We vragen hier ongeveer. Sommige mensen willen het echt gewoon lukken en dan proberen ze het 5 keer of zo. Sommige mensen kijken rechts van, dit lukt me wel. Dit lukt die weer. Denken, het gaat wel lukken. Ja, ja. Maar dan lukt het niet. Het is eigenlijk een soort trucje achter. Hoe heet jij? Ulysses. Ulysses, waar heb je dit mooie vioolspelen geleerd? Ik zit al 4 jaar op vioolles. Dit liedje dat ik net speelde, heb ik zelf bedacht. Heb je zelf bedacht? Heb je er geen muziek, bladmuziek voor? Nee. Misschien word ik later wel een componist. Dat is je ambitie om componist te worden? Ja, dat kan, want op school schrijf ik best wel veel. Schrijf je muziek of schrijf je tekst? Gewoon teksten, maar als ik goed teksten kan schrijven, weet ik zeker dat ik ook goed muziek kan schrijven. Heb je al geld opgehaald? Ja, best veel. Bijna 30 euro. Dat meen je niet? 30 euro? Ja. Hoe lang ben je nu bezig? Met viool spelen hier op straat. Nou, bijna 1 uur zat ik te spelen. En heb je al 30 euro? Bijna. Nou, ik verdien ze niet in dat uur. Nou, heel veel plezier vandaag nog en als componist in de toekomst. Ja, dank u wel. Dus we gaan nog van jou horen, denk ik. Ja. Ik zag je niet, maar jij kwam aan en ging meteen dicht bij me staan. Je gooide alle remmen op, een leuke tijd. Maar nu ben ik weg bij. Ja, als de zon ondergaat, dan wordt het een beetje fris. Ik heb ook al 2 jassen aan over elkaar. Is dat voor mij? Oh, kijk eens. Is die voor mij of voor mijn kinderen? Voor mijzelf, oké.